heb ontslag genomen van mijn 9 tot 5 baan. Hallo beautiful people, welkom terug op mijn YouTube channel. Mijn naam is Maddie en dit is Grow With Maddie. Zoals je van de titel hebt gelezen, ik heb ontslag genomen van mijn 9 tot 5 baan. Oef, ciao. Pak wat te drinken bij. Ik heb mijn water erbij met citroen en komkommer. Lekker. Pak het drinken bij. Pak wat je er wilt bij pakken. Water, koffie. Wat jou blij maakt. Oké, okay? Because this is gonna be a nice one. So, you ready? I'm ready. Let's go. Zo, ik heb dus de omslag genomen. En ja, het was heel spannend om zo'n grote stap te doen. Maar ik ga jullie helemaal meenemen naar het hele proces. Hoe we zijn hier beland. In juni 2022 studeerde ik af van mijn maatschappelijke werk niveau 4. En ja, als een student heb je natuurlijk studiefinanciering. En ja, en dan werk je erbij, weet je, verdien je 400 tot 500 euro per maand om erbij te leggen. Om gewoon de hele maand rond te komen. En toen ik in juni afstudeerde, ja, ik kreeg meteen paniek natuurlijk, want studiefinanciering zou ik in juni mijn studiefinanciering meteen moeten stoppen. Dus ja, als iemand die op zichzelf woont, komt meteen je gedachte van oké, hierna, wat ga ik nu doen? Hoe kan ik zorgen dat ik in juni, als mijn studiefinanciering wegvalt, dat ik meteen inkomen heb om die om studiefinanciën te vervangen. Zo, ja, in juni afgestudeerd, alles was goed gegaan. Echt waar, ik was zo blij. Want, kijk, ik heb niveau 4. Voor sommige mensen is dat niet zoveel, maar voor mij was echt een hele grote X. Weet je wel, van, oh, finally, ik heb een diploma liggen. En, dus ja, ik was heel blij, ik was heel trots op mezelf. Maar we zijn echt ver gekomen en om toch nog steeds gewoon een diploma te behalen was echt iets wat ik gewoon... Ik was heel erg emotioneel en ook heel trots, blij, dankbaar. Maar ja, dus ja, we zijn afgestudeerd in juni en de focus ligt dus oké, we moeten zorgen dat we in juni ook meteen weer een fulltime inkomen hebben. Dus wat ik heb gedaan via Indeed, ben ik meteen op zoek gegaan naar verschillende vacatures. In de zorg, want ik ben persoonlijke begeleider, dus ik ben meteen in de zorg gaan kijken. En toen ben ik Swiss Jeugdzorg tegengekomen in Eindhoven. Ik heb gesolliciteerd en ja, ik mocht meteen op gesprek gaan, of ja, niet meteen, maar een paar dagen later. Mocht ik meteen op gesprek gaan, het was echt heel goed gegaan, een lieve vrouw. En ja, zij had mij de kans gegeven om bij haar in het bedrijf te komen werken. Als net afgestudeerde, weet je, je moet nog heel veel leren. Dus dat iemand jou de kans geeft om jezelf te ontwikkelen, vond ik echt top. Echt waar. Ik, tot nu toe, tot de dag van vandaag, ik ben haar super dankbaar, want ik heb ook heel veel geleerd. Dus ja, dus ik heb een werk gevonden. Dus ja, en ja, na die sollicitatie, toen zou ze me bellen, volgens mij de week daarna, zou ze me bellen als ik aangenomen was of niet. En ja, de week daarna had ze me gebeld, maar echt super laat. Dus ik dacht, oh, ik ben niet aangenomen, oké, ik moet weer gaan zoeken naar een andere. En weet je, het was bijna juni. Het was bijna juni, dus ik begon echt gewoon... Ik begon stress te krijgen. Laten we zeggen, ik studeerde in juni af. Eind juni moest ik eigenlijk al inkomen hebben, snap je? Want dan begin de 25e begin al alle rekeningen binnen te komen, toch? Het was al bijna juni. Ik had nog steeds geen, vastbaan. En toen de tijd werkte ik als kassamedewerker bij de Lidl. Ook superleuke ervaring. En... Maar ja, die inkomen was natuurlijk niet genoeg. En ik was ook niet van plan om bij de Lidl fulltime te gaan werken. Als je gewoon een diploma had liggen, toch? Dus ja, dus ik was... het was het in die week dat ze me zou bellen. En de hele dag had ik niks gehoord. Ik dacht, oh nee, ik hoop echt dat ze me bel.
En toen had ze me gebeld. En toen zei ze, Madeleine, je bent aangenomen. En omdat ik toen de tijd bij de Lidl werkte, ik moest er bij Lidl uitwerken. En dus vanaf 6 juni kon ik bij Zwitser Jeugdzorg beginnen met werken. Toen ben ik begonnen. Ik begon met mijn werken. Superleuke baan. Ik had echt de leukste collega's, echt waar. Superleuke collega's. Het werk was niet zwaar. Het was ook uitdagend. In het begin vond ik echt uitdagend. Want ja, ik ben net afgestudeerd, weet je wel. En is het ook heel anders dan... Het is heel anders om fulltime te werken als stage. Weet je wel, stage kun je nog fouten maken. Je mag fouten maken. Maar nu was ik echt gewoon een medewerker. Nu was het fulltime. Nu kreeg ik ook gewoon betaald als een fulltime medewerker. Want ik kreeg een 36 uur contract. En het was echt heel leuk. En 36 uur in het begin voelde het niet heel zwaar. Want ik was heel enthousiast. Ik ben altijd heel enthousiast. Dus ik was aan werken, En ja, op een gegeven moment begon iets in mij te groeien. Vanaf 2020 in mei is ik beland. En dat was ondernemerschap. De mensen die mij al lang volgen, die weten, ik heb een website gehad. Ik heb dropshipping geprobeerd. Ik heb tassen verkocht. Ik heb een hairmood gehad waar ik al mijn haaraccessoires deed verkopen. Dus sinds 2020 was ik eigenlijk al best wel een ondernemer. Was ik in de wereld van ondernemerschap beland. Echt vanaf 2020. En dat kwam natuurlijk ook door corona. We zaten thuis, we hadden niet even te doen. En toen het met mijn partner, toen zijn we dus gaan kijken wat dropshipping inhield. En toen zijn we ook echt mee begonnen. Maar helaas was er niks geworden, dus toen zijn we gestopt. En toen ben ik begonnen met Chinees. Chinees was een tassen. Nee, eerst was Lovensie. Het heette eerst Lovensie. Lovensie waren allemaal tassen. Ik deed allemaal tassen verkopen. En uiteindelijk ben ik gestart met Lovensie, want het kostte me heel veel tijd, heel veel geld. En ik had dit kapitaal niet. Wat ik zeg maar investeerde, ik kreeg niet eruit. En dat is natuurlijk bij alle businessen. Je moet ergens beginnen en dan ga je groeien. Maar toen omdat ik een student was, mijn inkomen was niet groot. Ik kon me dat niet permitteren. Dus toen ben ik gestopt met Lovensie. Maar toch, ik wilde er niet op geven. En met Lovensie. Van Lovensie ben ik gaan veranderen naar Chinees. Chinees was ook een tassenwinkel waar ik ook deed tassen verkopen. Ik heb tot nu toe nog steeds de Instagram van Chinees. En ik ben aan het denken, ik weet niet of ik ooit nog terug ga naar tassen verkopen of niet. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dus mijn verlangen naar ondernemerschap is al, ja, nu al 3 jaar eigenlijk aan de gang. Maar ik kon niet echt precies mijn hand leggen waar ik wilde belanden. Wat is precies wat Maddie wil? Wat voor ondernemer wil ik zijn? Dus ja, toen ik aan werk was bij Zwitser Jeugdzorg en mijn verlang naar nog meer ondernemerschap begon nog meer te groeien. Begon nog meer te groeien. En het werd alleen maar erger. Het was zo erg dat ik gewoon s'nachts echt op zoek was naar ik moet iets doen. Ik wil iets doen. Wat kan ik doen om te beginnen met mijn ondernemerschap? Wat kan ik doen om deze verlangen wat ik heb om hiermee verder te gaan en actie te ondernemen? Met die verlangen ben ik verder gaan zoeken naar meer. Met die verlangen tussen mijn hart ben ik gaan zoeken. En eerst had ik afgesproken, we gaan eerst kijken wat zijn onze doelen. Wat willen we precies bereiken met ondernemerschap? En waarom willen we zo graag ondernemen? Ik ben een beetje met mezelf in gesprek gegaan van Maddie, wat zijn je doelen? En kan jij die doelen behalen als jij in de loondienst blijft in een korte periode? Ga jou dat lukken om de doelen die je hebt, bijvoorbeeld een doel die ik heb is heel graag scholen bouwen in Afrika, is heel graag huizen bouwen in Afrika, is vastgoed hebben in Afrika. Gaat mij dan lukken als ik in een loondienst blijf? Het antwoord was voor mij nee. Dat gaat mij niet lukken als ik in een loondienst blijf. Want daarvoor heb ik op een korte termijn heb ik een grote kapitaal nodig. Dan dacht ik van dat is al antwoord 1. Dat gaat me niet lukken in een loondienst. Maar
Oké, wat is dan wel wat is wel wat mij gaat helpen om in een korte termijn mijn doelen te bereiken? Niet pas een korte termijn van 5 jaar. Het liefste wel, is wel mijn doel om een korte termijn binnen 5 jaar als je vrij te zijn. Dus de antwoord was oké. Als ik in een loondienst blijf, gaat me niet lukken in een korte periode van 5 jaar om mijn doelen te behalen. Dus toen dacht ik van oké, dat betekent dat we dat we ontslag moeten nemen en moeten verder gaan kijken naar iets wat me wel zal helpen om in een korte periode van 5 jaar mijn doelen te behalen. Dus toen zijn we verder gegaan en we hebben ontslag genomen. Dus mijn doelen was duidelijk. Ik heb doelen, het lukt me niet, het gaat me niet lukken binnen korte termijn van 5 jaar als ik in de loondienst blijf om mijn doelen te behalen. Dus ik moet gaan kijken naar anderen. Ik ben dus stappenplannen gaan maken. En de stappenplannen die ik had gemaakt is echt gewoon duidelijk op papier zetten. Ik ben eigenlijk in gesprek gegaan met mezelf van oké, we willen ontslag nemen. Kunnen we dat permitteren? We wonen op onszelf. Als we ontslag nemen, dat betekent dat we in heel korte termijn moeten we eigenlijk al geld hebben om onze vaste lasten te betalen en ook gewoon te leven. Ik ben stappenplannen gaan maken. En op dat moment dat ik ook al duidelijk had dat ik ontslag ging nemen, ben ik ook echt zuiniger gaan leven. Dat betekent, ik ging niet meer zoveel shoppen. Dat was echt heftig. Ik ging niet meer zoveel geld uitgeven. Ik moest me een beetje gaan aanpassen aan de lifestyle die ik aan het creëren was. Aan de risico die ik eigenlijk op dat moment op het punt was om te gaan nemen. Toen de stappenplannen duidelijk was voor mezelf, toen ben ik acties gaan ondernemen. Acties die ik ben gaan ondernemen waren vooral van oké, we moeten ontslag nemen. In de korte periode moeten we iets anders hebben gevonden die ons inkomen gaat leveren. Ik ben met verschillende collega's gaan praten. Want we hadden verschillende collega's bij Sjoerd die ook deden ZZP. Ik ben met hen in gesprek gegaan van oké, wat houdt dat eigenlijk in? Wat houdt ZZP in? En is dit iets voor mij? Is dit iets wat mij zal helpen om in een korte termijn, mijn doelen te kunnen behalen? Mijn ondernemerschap serieuzer te nemen, die mij gaat ondersteunen om groter kapitaal te hebben om meer te kunnen investeren in mijn doelen. Door heel veel te praten en ook zelf onderzoeken op Google en YouTube en TikTok ook, ben ik achtergekomen, ZZP is iets wat ons zal kunnen helpen om in korte termijn onze doelen te behalen. Dus ik ben gaan onderzoeken, wat komen allemaal bij kijken als de ZZP en wat kan ik allemaal verwachten. En echt, ik geef mee jongens, je kan je nooit goed genoeg voorbereiden. Hoe meer, hoe beter. Echt wel, maak een stappenplan voor jezelf, zet op papier. Alles wat je leest, alles wat je ziet, alles wat je hoort over ZZP, zet op papier en maak het duidelijk voor jezelf van oké, is dit de risico waard? Is het waard om mijn veilige baan op te geven om iets te gaan doen waar gewoon letterlijk geen veiligheid is? Op deze manier heb ik dus ontslag genomen. En ik ben nu van steeds januari, 2 januari ben ik ZZP in mijn zorg. Binnenkort ga ik daar een video over maken. En ik ga ook een video maken wat precies ZZP-schap inhoudt. Wat je kan verwachten. Of is het misschien beter dat jij gewoon aan een loondienst blijft? Is de risico te groot? Doe maar niet. Maar ik zeg altijd, weet je, we zijn op deze wereld om risico te nemen. We zijn, weet je, om constant in je comfortzone te blijven. Is super fijn, maar dat ga je niet helpen om te groeien. Ik heb dus ontslag genomen. Ik ben nu ZZP'er, al bijna een maand. Echt waar, in het begin was echt heel lastig. Was heel veel papierwerk, heel veel uitzoeken, dit en dat. En ja, uiteindelijk is het gelukt. We zijn al een maand bezig. Ik ben echt super blij. Echt. Ik denk dit is een van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen in mijn leven. Om iets voor mezelf te starten. Jongens.
Zoals ik heb gezegd, dat hele proces wat jullie net hebben gehoord, is ook gewoon ergens begonnen. En het is begonnen met een verlangen. Mijn verlangen was veel te groot en mijn ambitie was veel te groot. Veel te groot om voor iemand voor de rest van mijn leven te blijven werken. Zo, Rich Dad Poor Dad. Heb ik gelezen. Echt een van de beste investeringen die ik ooit heb gedaan. Volgens mij is via bol.com 20 euro of zo. Weet ik niet zeker, maar ik ga even hier neerzetten. Wat deze boek mij heeft geleerd. En die heeft gezorgd dat ik nog makkelijker zo'n grote stap kon nemen om omslag te nemen van mijn veilige baan. Zo jongen, de eerste ding wat ik van deze boek had geleerd en die mij had geholpen om zo'n grote stap te durven te nemen was leer om niet in angst te leven. En ook, als ik mijn eigen droom niet opbouw, ga ik iemand anders helpen om zijn droom op te bouwen. En dat wil zeggen, op het moment dat voor mij duidelijk was dat ik wil niet iemand anders helpen zijn droom te bouwen. Ik wil mijn eigen droom bouwen. En wat ik daarmee bedoel is, ik wil niet iemand anders helpen om zijn bedrijf op te bouwen. Ik wil mijn eigen bedrijf zijn en mijn eigen bedrijf opbouwen. Dat was het eerste ding wat ik had geleerd van deze boek. En dat was eigenlijk blijven hangen in mijn hoofd. Toen dacht ik van ja, klopt. Als ik ergens blijf werken fulltime, ik help die persoon zijn droom, zijn bedrijf op te bouwen. In plaats van die energie, die tijd, die moeite in mijn eigen bedrijf te stoppen. Dat had mij geholpen om nog sneller een beslissing te maken. Zo, de tweede ding wat ik had geleerd van deze boek was, laat geld voor je werken. Ga niet voor geld werken, maar laat geld voor je werken. En wat wil dat zeggen? Is gewoon, ik wil als ik aan het slapen ben, ik wil weten dat ik geld ben aan het maken. Als ik aan het slapen ben, ik wil weten, ik heb zoveel verschillende investeringen gedaan en die zijn gewoon nu. Ik leg nu te slapen, ik kan mijn beauty sleep, maar mijn geld is aan het groeien. En daar gaan we komende tijd ook meer dieper in hoe je geld voor je kan laten werken. Bijvoorbeeld is gewoon investeren in aandelen of zoiets. Maar daar gaan we binnenkort meer over hebben. De dingen, wat ik heb geleerd. Pak even wat te drinken. De derde ding wat ik heb geleerd is, mind your business. Sis, het is 23, we hebben geen tijd voor onnodige drama. Dat was het. Ik hoop dat je deze video leuk vond, interessant vond. De komende week gaan we daar nog dieper in. Ik ga jullie nog meer vertellen hoe het is om een zzp'er te zijn. Wat er allemaal erbij komt kijken. Dus maak je geen zorgen. I got you. Vond je deze video leuk? Abonneer alsjeblieft, geef een dikke duim en zet ook die belletje aan. Dan ben jij de eerste die weet als ik een video heb opgeload. En ben je klaar ervoor? Laten we samen groeien en ik zie je de volgende keer. God bless you, God love you and God is always with you. Bye!